jij ooit je galles beschaamd of beledigd? Waarom bedekken we eigenlijk op vrijdagavond en sabbatsoverdag de galles met een sabbatskleedje? We hebben de prachtig gedekte tafel, de kiddusbeker, de kiddus-wijn, de galles met een mooi kleedje eroverheen. Maar waarom bedekken we die? Zijn er verschillende redenen waarom we dat doen? Een van de redenen die wordt gegeven is dat normaliter is in orde welke bracha komt eerst. Eerst komt hamotzi over brood en daarna komt hagafen over wijn. Maar aangezien we vrijdagavond de dag eerst inwijden met kiddush, met de wijn, willen we een soort van de galle niet beschamen, niet beledigen, want hij komt nu eigenlijk na zijn beurt. Daarom bedekken we de galle. Kan de galle zich echt schamen? Kan hij zich beledigd voelen? Maar onze geleerden willen ons leren dat wij een mindset hebben van gevoelig zijn voor onze omgeving. En we zien dat ook in de parsha van deze week. Moshe Rabbeinu, die moet de eerste van de 10 plagen moet hij uitvoeren. Bloed. Er moet op de Nijl geslagen worden. Maar hij zelf is gered door de Nijl. En ook bij de kikkers, de tweede plaag, die komen ook uit de Nijl. Maar ook daar kan hij niet, hij kan het niet in zich opbrengen om die Nijl te slaan, om daar iets negatiefs uit te laten voortkomen. Al is dat wel om de Egyptenaren te straffen voor wat zij met zijn volk doen. Maar toch kan hij dat niet opbrengen, want hij is als kindje, als baby, gered door het water. Hij was in een drieten mandje gestopt en is het gered door het water. Dus zijn gevoelens zelfs voor dat water kon hij niet in zich opbrengen, want zijn mindset was zo dat hij gevoelig is voor zijn omgeving. Laten wij dat ook zo doen. Gevoelig zijn voor de mensen om ons heen, voor de gemeenschap om ons heen. En ook gevoelig zijn voor onszelf is ook belangrijk. Kijken wat wij nodig hebben, niet om onszelf te vergeten. En daardoor hebben we ook de kracht om er te zijn voor onze omgeving. Shabbat, shalom en mevrouw.